Yes, we hebben het in deze aflevering. Ik eigenlijk, ik zeg we, maar ik ben de enige die lult. Jij luistert als het goed is. Leuk dat je luistert trouwens, welkom. Heb ik het over personal branding. De kracht van je online presence, je online zichtbaarheid. Hoe je met de buitenkant van je voorkomen, dus hè, daar gaat ook bijvoorbeeld over je Instagram profiel. Hoe kun je er nou voor zorgen dat dat helemaal aansluit bij wie je bent en wat je te bieden hebt. Zodat je ook op die manier de juiste klanten naar je toe gaat trekken. Ik geef je even een update over mijn level up. Het woord van 2024. En ik geef je wat toelichting bij de verslonste look waar ik op dit moment in rondloop. Heel veel luisterplezier. Hey, wat super leuk dat je luistert. Ik ben Marlou. Zo'n 10 jaar geleden begon mijn ondernemersavontuur. Mijn missie is om jou te inspireren en te helpen groeien. Zowel zakelijk succes als persoonlijke ontwikkeling. Hoe vind je de juiste balans tussen mind, body en business? Eerlijke verhalen, business tips, maar ook mindset en wet van aantrekking komen aan bod. Ben jij klaar om moeiteloos te gaan ondernemen vanuit de juiste energie? Enjoy! Hey, ik loop hier in het bos en ik dacht, oh leuk, ik ga zo even lekker wandelen en dan neem ik mijn speldmicrofoon mee en dan ga ik weer eens een keer wandelend een podcast opnemen. En ik zat in de auto hier naartoe en toen dacht ik, waar ga ik het eens even over hebben? Want het is al even geleden, ik heb best wel wat bij te kletsen. Toen dacht ik, ja, gaat het dan gewoon zo'n bijkletspodcast worden? Ik denk dat ik hem toch wel wat meer thema gericht ga insteken. Want ik loop hier nu, even voor jouw beeldvorming. Ik loop hier nu in mijn joggingbroek, in een hele grote sweater hoodie van Jurre, op mijn sneakers, zonder make-up en mijn haar in een knot. En toen ik dat zo bedacht, dacht ik, oh, dit doe ik echt bijna nooit. Dus zo mega slonsy uitzien, nou, dat doe ik elke ochtend natuurlijk. Als ik wakker word, zie ik elke ochtend zo uit. Alleen, tenminste niet dat ik met een joggingpak wakker word, maar ik hou wel echt van slow mornings. Dus ik ben vaak wel eerst even lekker rustig beneden. Cappuccinootje, lekker rustig ontbijten. Voordat ik zon had, deed ik natuurlijk echt een heel lang rustig ochtendritueel. Elke ochtend een lange wandeling. En pas beginnen om 10 uur. Nou, nu zien mijn ochtenden natuurlijk wel even iets anders uit. Omdat zon direct aanstaat. Maar alsnog hou ik wel van slow mornings. Dus Sun vindt het ook heerlijk om samen in de badjas naar beneden te gaan. En ik had het daar laatst met mijn moeder over. Die zei, oh ja, daar hou ik echt niet van. Papa houdt daar ook van. Nou, daar zijn dus verschillende types in. Anyways, ik voel me ook echt een beetje een slonsje nu ik hier loop. En ik denk ook echt, och, als ik maar niemand tegenkom. Nou, kom ik hier waar ik nu wandel bijna nooit iemand tegen. Maar anders is het ook geen ramp. Alleen, ik ben natuurlijk zo erg bezig met, ja, hoe zorg je er nou voor? Nou, ten eerste een stukje identiteitsshift. Ik neem je heel graag mee in mijn proces. Voor 2024 is mijn woord level up. Dus ik wil echt weer next level gaan qua alles. En dan voornamelijk met mijn brand. Met mijn merk, met Marlou.nl. Nou, heel rebrandingstraject, ga ik later nog wel wat over vertellen. Zit ik eigenlijk middenin. Nou, level up door naar Ibiza te vliegen, fotoshoot daar te doen, level up met stylisten te gaan werken. Ik heb net mijn Grow Event gehad. En ook voor mijn Grow Event, ik had een novelle stuurde me een berichtje die zei, oh Marlou, ik zie echt dat je zo inderdaad dat level up aan het doen bent. Het ziet er allemaal zo gelikt uit en echt fantastisch hoe jij, nou ja, jezelf en je merk ook weer op die manier, nou, nog weer naar een volgend niveau helpt. En dat is heel gaaf om te horen, want dat is precies, ja, wat ik eigenlijk wil doen. En wat ik met coaching ook heel belangrijk vind, is om mensen die potentie, die vrouwelijke ondernemers, die potentie te kunnen laten zien van wie zij eigenlijk al zijn, maar vooral wie zij kunnen worden. En zoveel dingen dragen daaraan bij. En daarin is een binnenwereld natuurlijk mega belangrijk, hè. Hoe jij over jezelf denkt, hoe jij tegen jezelf praat, hoe je naar andere ondernemers kijkt. Of je jaloers voelt of afgunst voelt. Of dat je denkt, wauw,
die heeft het goed voor elkaar of die inspireert mij. Daar kan ik van leren. Leer mij dit ook. Dat is natuurlijk een totale andere energie die erachter zit. En nou ja, ik richt me heel erg op de pijlers strategie, energie en mindset. Met mijn coaching. En heel veel, nou ja, als je het dus hebt over mindset en energie, is natuurlijk ook veel binnenwereld. Maar ik heb toch echt die combinatie, want... Ja. Oh, dit is zo grappig. Dan ben ik weer op een punt waar Bounty ooit... Mijn hondje Bounty. ooit aangevallen is en dan gaat ze weer stokstijf stilstaan. Echt dat geheugen. Nou, maar die binnenwereld en die buitenwereld zijn natuurlijk zo met elkaar geconnect. En ja, sommige mensen zullen het misschien bepaalde dingen wat oppervlakkig vinden. Hè, ik vind het geweldig om dat alles klopt, weet je wel. Dat het plaatje klopt, dat beelden die ik zelf bijvoorbeeld schiet. Hè, ik ben dan met een fotograaf naar het buitenland geweest, maar ik schiet ook gewoon zelf beelden. Dat die er mooi uitzien. Ja, dat mijn website er goed uitziet. En ik vind dat eigenlijk helemaal niet oppervlakkig. Ik weet ook helemaal niet of iemand dat oppervlakkig vindt. Maar wat ik net, terwijl ik dus in de auto zat, besefte. En dat besef ik natuurlijk al langer. Maar ik dacht ineens, dit is de boodschap voor deze podcast. Van, wat wil je bereiken? En wat straal je op dit moment uit? Kijk bijvoorbeeld eens naar je Instagram feed. Klopt dat met wie jij bent? Klopt dat met wie jij bent als merk? Misschien heb je daar wel nooit over nagedacht. Dat je denkt, merk. Ik heb gewoon een eigen coachingbedrijf. Hoezo? Ik ben helemaal geen merk. Ik heb helemaal geen merk. Zeker wel. Als je een business hebt, dan heb je een brand. En de kunst is om er een ijzersterk merk van te maken. Echt een merk waarvan, ja, jouw potentiële klanten denken, wauw, dit wil ik. Dit is aantrekkelijk, dit past bij mij. En dat kan met heel veel verschillende facetten. Dat heeft, hè, kleurenpsychologie heeft daar natuurlijk mee te maken. Maar ook de tone of voice, hoe jij praat. Maar ook dus, zeker in het geval van personal branding, de manier hoe jij je kleedt. De manier hoe jij jezelf verzorgt. En nu ik hier zo loop, als een soort halve slons, hele slons moet ik zeggen, denk ik echt ja. Ja, inderdaad. Ik ben iemand die mezelf goed verzorgt. Ik ben iemand die zorgt voor genoeg slaap. Ik ben iemand die naar de beauty salon gaat. Ik ben iemand die mijn nagels laat doen. Ik ben iemand die sport. Ik ben iemand die in beweging blijft. Ik ben, nou ja, weet je, dus de zin, ik ben iemand die, ook al ben je het nog niet, hè, misschien ben jij wel iemand die bijvoorbeeld helemaal niet regelmatig beweegt, of die zichzelf helemaal niet eens in de zoveel tijd een massage gunt, ik noem maar wat. Ik heb laatst nog weer lekker met mijn moeder een massage genomen. Heerlijk. En dat zijn zulke dingen die, als je wilt shift op identiteitsniveau, als jij iets anders wilt, als jij naar een ander niveau wilt gaan van ondernemen, als jij ander soort klanten wilt aantrekken, als jij inderdaad iemand wilt worden die succes behaalt zonder dat ze zichzelf voorbij rent, die succes behaalt en vrijheid ervaart en innerlijke rust, dan zou je kunnen zeggen, begin bij de binnenkant. En dat doe ik ook altijd. Met coaching gaan we ook zeker naar de binnenkant kijken. Maar misschien zit je nu niet in een coaching traject. Of heb je daar, nou ja, ben je daar nog niet aan toe? Weet ik veel. Kijk eens wat er gebeurt als jij eens begint met de buitenkant. En dan heb ik het niet alleen. Hè, stel je voor, je hebt een personal brand, dus een persoonlijk merk. Dan ben je zelf het gezicht van je merk, van je bedrijf. Heel veel coaches, interieurstylisten, fotografen, therapeuten, noem maar op. Muzikanten, die zijn zelf het gezicht. Trainers, marketeers, degene waar je ook echt zaken mee doet, die zijn echt het gezicht. Toen ik 6 jaar geleden met Marloe.nl startte, was dat hele personal branding nog vrij nieuw.
dat deden nog niet zo heel veel. Sinds corona is dat echt een, heeft het echt een toevlucht genomen. Natuurlijk zijn er toen ook veel meer ondernemers bijgekomen. Maar onderschat niet dat stukje van je presence. En neem je brand eens onder de loep. En kijk eens ook even naar... Nou, hè, als ik kijk naar nu mijn Instagram, dat het transformeert continu. Eigenlijk elk jaar. Elk jaar weer. Elk jaar zou je eigenlijk een soort Instagram update voor jezelf moeten doen. Of een soort review van, klopt wat ik uitstraal, klopt dat nog met wie ik wil zijn? Klopt dat nog met wat ik wil uitstralen? En klopt dat nog met wat ik te bieden heb? Want ik ben nu bezig met een nieuwe masterclass. 6 quick wins. Om meer klanten uit via Instagram te krijgen. Hè, dus van frustratie naar instant-sensatie zonder dat het zeven van tijd kost. En dat betekent dat ik dus de masterclass, die ik al best wel heel erg lang gaf over Instagram, verdubbel je bereik op Instagram, die ben ik dus helemaal aan het vernieuwen. Instagram heeft natuurlijk ook wel weer nieuwe dingen. Is ook gewoon, de Insta-game is iets veranderd. Ik heb de Insta-branding training ook helemaal vernieuwd. Ik was dus 6 jaar geleden de eerste, denk ik, in Nederland die een Instagram training had voor vrouwelijke ondernemers. Om ze te helpen groeien op Instagram en van hun business een brand te maken. En je zou dus elk jaar, zou je dus dat eigenlijk even moeten reviewen. En ook even kunnen gaan kijken van, goh, de kleuren die ik gebruik, de lettertypes, voelt dat nog passend? Want als ik nu terugscroll op mijn Instagram, dan past dat zo niet meer. En het is zo grappig, want dit zijn dingen waar ik natuurlijk helemaal met mijn klanten mee help. En het is niet zo dat ik het bij mezelf per se heb laten verslonzen. Want het is wel meegetransformeerd. Maar op een gegeven moment was ik nog wel foto's aan het delen. Die ik een keer heb laten maken, wel door een professionele fotograaf. Maar dat ik dacht, ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo heel goed over nagedacht. Of die energie die ik toen bij me droeg, dat is niet meer de energie die ik nu heb. En zeker als ik kijk van mijn level up, weet je wel. Gewoon shooten op Ibiza op de mooiste plekjes. Ik heb daar echt conceptueel over nagedacht. Samen met de fotograaf Julia Dongstra. Tevens vriendin. En het is niet zo dat ik dit gratis van heb gekregen. Ik heb haar gewoon ingehuurd. Ik heb haar gewoon voor betaald. Ik heb in totaal meer dan 10.000 euro aan deze fotoshoot uitgegeven. He, want ik heb ook een serieuze stylist erbij ingehuurd. En het is niet zo dat ik nu, als ik nu naar die foto's kijk, denk ik, oh ja, dit ben ik al helemaal. Want het is echt wel een beetje next level, zeg maar. Maar ergens voel ik het wel. Denk ik, ja, ik wil heel graag, nou, ook een traject weer voor ondernemers die echt al succes hebben. Die echt al wat stappen verder zijn. Die zeker al de ton omzet hebben aangezet. En ook zichzelf weer willen uitdagen. En daar horen dus ook andere beelden bij. Dan beelden voor, nou ja, de doelgroep die toch nog onder de 100.000 euro zit. Die ook hartstikke welkom is, maar wel in andere trajecten. Dus kijk daarin ook heel goed naar je visuele uiting online. En de doelgroep die je wilt aantrekken. En de messaging erbij, dus de boodschap. Dat zeg maar helemaal klopt. En ja, misschien heb je nu nog niet de investering voor weer een nieuwe shoot. Misschien ook wel. Dat heb ik trouwens ook iets leuks. ik ga weer een content retreat organiseren. In september, 17 en 18 september ga ik een flow content retreat doen. Vorig jaar voor het eerst gedaan. Was een groot succes. En met een groep van 7 ondernemers gaan we 2 dagen ons helemaal onderdompelen in de wereld van contentstrategie, goede teksten, goede haakjes, een goede opbouw in je communicatie naar de buitenwereld. En tegelijkertijd ook ijzersterke beelden erbij maken. Dus fotograaf Annette gaat ook mee. Annette heb ik ook al vaker mee geshoot en die heeft ook mijn bruiloft vastgelegd. Zwangerschapsshoot, maar ook branding shoot met haar gedaan. Superleuk mensen, supergoed. Dus waar je merkt van, nou, normaal gesproken moet het allemaal eventjes hapsnap tussendoor. En is de content moi, omdat je er gewoon niet echt full focus aandacht op hebt. Kun je in die 2 dagen tijd gewoon feedback krijgen. Iemand die al 15 jaar zo'n beetje ervaring heeft als het gaat om communicatie, sales en marketing. Ja, zodat je gewoon stopt met het verspillen van jouw kostbare tijd. En posts online zet die
niet aanslaan bij je doelgroep. Waardoor je dus ook helemaal geen klanten uit Instagram haalt. En ja, misschien dus nu op een level communiceert die niet helemaal meer matcht met jouw brand. Of de brand, het merk waar jij naartoe wilt groeien. Dus ik zal het linkje in de show notes zetten. Het Flow Content Retreat. De deuren zijn nog niet officieel open. Ik heb het al wel op Instagram gedeeld. En tijdens mijn Grow Event, wat heel gaaf was trouwens. Maar je mag me ook altijd even een DM sturen voor het linkje. Dan kan ik het je altijd toesturen. Anyways, als ik ook kijk bijvoorbeeld, nou ja, naar mijn Grow Event. Ook dat heb ik weer next level aangepakt. Als je kijkt naar de buitenkant, maar ook qua inhoud natuurlijk. Maar ja, de buitenkant, dat onderschatten mensen. En ook de beleving, weet je wel. Alles klopte gewoon. Van we hadden een heel thema sunrise. Ga staan voor wie je bent. En wat je te bieden hebt. Nou, er zaten nog allemaal haakjes aan. Het kwam de hele dag kwam het terug. En ja, als je de beelden hebt gemist, check ook even mijn Instagram. Het was echt fantastisch. Van de welkomstdrankjes. We hadden dus de dresscode. En iedereen was echt in de warme kleuren van de zonsopkomst. Dus ik kwam daar op en ik keek. En ik zag gewoon die hele zaal gloeide gewoon. Straalde gewoon in en al warmte uit. Geel, roze, rood, oranje. Wauw, dat was echt zo'n feestje om op die manier te mogen spreken. En ik had dus zelf ook weer Debbie ingehuurd als stylist om mijn styling te doen. En ja, ik heb zelf ook zeker wel gevoel voor mode. Ik heb ook een modebedrijf gehad natuurlijk, een modeplatform. Maar ik ben geen stylist. En ja, ik heb lang gedacht, ik kan het allemaal wel zelf. Heel veel dingen zelf gedaan. Maar ik ben nu echt de queen of uitbesteden geworden. Dus ik heb zelfs een deel van mijn content besteed ik nu uit. Ben ik nog wel mee aan het testen. Om te kijken of dat bevalt. Maar het speelt mij vrij om op een andere niveau ook over mijn business na te denken. En met mijn business bezig te zijn. En dat is ook, ja, hè, als je kijkt naar wie wil je zijn of wie wil je worden. Hoe kleedt zo iemand zich? Wat doet zo iemand? Hoe denkt zo iemand? Wat voor dingen besteedt diegene uit? Nou, zo iemand neemt dus een stylist in de handen. Want het gaat toch altijd best wel veel tijd zitten in om te bedenken wat ga ik aandoen. En het komt zo anders over of je daar op je sneakers staat te presenteren. Of dat je nou gewoon echt een prachtige jurk hebt met, nou ja, ik had in dit geval, ik had twee looks. Het waren gewoon echt hele mooie toffe outfits. Ik heb er ook echt hele leuke complimenten over gekregen. En dan voel je dus ook van binnen wat zoiets met je doet. Dus niet alleen je kleding, maar ook, nou ja, als je bijvoorbeeld ook naar je eigen Instagram kijkt, word je daar blij van? Denk je dan van, ja, dit ben ik. Het is zo duidelijk voor wie ik er ben ook. En mijn potentiële klanten voelen gewoon aan de post die ik deel dat ze bij mij moeten zijn. Of denk je van, nou, het is een beetje moi. Dan is er werk aan de winkel. Wie weet zowel aan de binnen- als buitenkant. Maar misschien is het een idee om vandaag eens even die buitenkant onder de loep te nemen. Heb je er hulp bij nodig? Je mag me altijd even een DM sturen. Ik kijk graag met je mee. Ik heb natuurlijk mijn gloednieuwe masterclass. 6 quick wins om meer klanten uit Instagram te halen. Die link zet ik ook even in de show notes. Die ga ik volgende week live geven. En waarschijnlijk daarna ook nog wel vaker. Maar in elk geval 13 juni om 10 uur geef ik hem live. Dus te gek als je daarbij kan zijn. Er zijn al heel wat inschrijvingen. Dus we zijn echt met een mooie grote opkomst. En het gaat echt. Ik heb de presentatie bijna af. Ik ga ook echt een eerlijk kijkje geven in mijn Instagram en mijn statistieken. Wat voor posts scoren nou goed? Hoe zit het nou met Reels? Dus echt even de nieuwste dingen. Waardoor jij ook weer, hopelijk aangezet wordt om daar echt wat mee te gaan doen. Want het is insane. Ik merkte bijvoorbeeld, ik had laatst een post. Nou, ik had een reel, had ik in 5 minuten in elkaar geflanst. Ik had binnen 24 uur, had ik 96 sales. Ja, zo snel kan het gaan. Als je weet wat voor content scoort. En daar help ik je heel graag bij. Dus voor mij in elk geval weer een mooi inzicht ook dat ik deze verslonste look van vandaag. Dit voelt echt niet goed. Het voelt echt niet goed om hier zo te lopen. Maar ja, laten we eerlijk zijn.
We zijn ook niet allemaal altijd helemaal tot in de perfectie. En ik vind het ook heel erg belangrijk om dingen soms even los te kunnen laten. Want ja, je hebt ook meerdere rollen. Je hebt meerdere gezichten eigenlijk, hè. Dus dat jij een personal brand hebt, wil niet zeggen dat dat ook helemaal moet zijn wie jij in je persoonlijke situatie altijd bent. Dus die vrouw die ik op het podium ben, met die compleet gestelde outfit, ja, dat is niet hoe ik er thuis per se bij loop. Snap je? Thuis heb ik ook de rol van moeder en van vriendin. Maar ja, wil ik de verslonste vrouw, moet ik zeggen. Ik ben natuurlijk getrouwd. Wil ik de verslonste vrouw zijn? Of wil ik de verzorgde vrouw zijn? Die ook aantrekkelijk is voor haar man. En de energieke moeder voor haar kind. Nou, dat wil ik zeker zijn. Dus ik stap straks lekker onder de buitendouche. Daar heb ik heel veel zin in. Och, zo heerlijk dat het buitendouche seizoen weer is begonnen. Ik word daar zo gelukkig van. Sowieso het hele buitenleven. Ik ben zoveel mogelijk buiten. Ik ben afgelopen weekend met mijn zus en mijn moeder lekker weekendje weg geweest. Ermelo. Die bossen daar zijn zo prachtig. En weer helemaal opgeladen. Heerlijk. Dus ik kan daar weer tegenaan. En ondertussen is het aftellen naar het retreat in Portugal begonnen. Daar vlieg ik 17 juni heen. Ook mega veel zin in. Het begint 18 juni. Mocht je luisteren en denken, oh, het is toch niet? Nee, het is, maar ik ben er een dag eerder met Birgit. Om vast een en ander voor te bereiden. En hoe te gek is het dat we dit gewoon gaan doen. We hebben een geweldige groep van 7 vrouwelijke ondernemers die met ons meegaan. Gisteren hebben we de live kick-off gehad. En mocht je denken, oh, volgende keer wil ik erbij zijn. Je kan me altijd een DM sturen. Ik kan nog niet beloven of er een volgende keer komt. Wacht eerst even deze editie af. En de plannen natuurlijk voor de komende periode, voor volgend jaar. Maar ik kan je altijd even op mijn wachtlijst zetten. Oké dan, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je wat uit deze podcast hebt gehaald, dat je inspiratie hebt gehaald of iets waardoor je weer door kunt groeien. Wist je dat je mij ook kunt helpen groeien? Jazeker! Maak een screenshot van deze aflevering. Tag mij als je hem plaatst op je Instagram feed of in je stories. Superleuk, want dan kan ik ook zien wie er allemaal naar deze podcast luisteren. En als je me helemaal blij wilt maken, ga naar iTunes, scroll naar onder bij mijn podcast en geef mij 5 sterren. Het liefst natuurlijk 5. Maar nog leuker als je ook eventjes een referentie achterlaat. Dus een review waarin je laat weten waarom jij deze podcast inspirerend vindt om naar te luisteren. Alvast bedankt en tot de volgende keer!